Dat is zo bizar als je zegt, hé, ik wil het abonnement stopzetten. Dan komen ze in één keer uit het niets met allemaal nieuwe aanbiedingen. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Gierige Gasten. Ik ben Niels. Een aantal weken geleden hebben wij een e-mail binnengekregen van een studenten uit Groningen. Haar naam was Jorieke. En zij vroeg zich af of er dus tips zijn om geld te besparen in de abonnementen van bijvoorbeeld een televisieprovider of van je telefoonprovider. Ja, we kennen dat probleem allemaal wel. Nu heeft Julius thuis een heel pakket met Eredivisie Live en zo bij zijn televisie. Dus ik ben nu onderweg naar hem. Dat is onze cameraman Julius. En gaan we kijken of we zijn televisieabonnement naar beneden kunnen lullen. Jultje! Wat lekker gehad. Jouw provider is Tele 2. Het grappige is bij die providers, is dat als jij ze belt en dreigt om weg te gaan, dan hebben ze opeens vanuit het niets allemaal nieuwe speciale aanbiedingen voor je, om ze toch bij hun te houden. En vaak zeggen ze dan ook nog, omdat u zo'n goede trouwe klant bij ons bent, geef ik deze korting speciaal aan u ook nog eens. Dus ik ben heel benieuwd of ze dit ook weer gaan zeggen. Goedemiddag, Tele 2, waar kan ik u helpen? Ja, goedendag, spreek met... Ik heb een vraag over mijn televisiezenderpakket. Ik heb nu Fox Sport, Eredivisie en Internationaal. Alleen, ik zit er een beetje over te denken om dat te stoppen. Want ik betaal nu in totaal geloof ik 58 euro. En ik vind voetbal hartstikke leuk. Ik vind voetbal heel leuk, maar het drukt net even te veel op mijn maandelijkse lasten, zeg maar. Snap ik, oké. We hebben momenteel wel een hele leuke aanbieding voor Eredivisie International. Het zou de eerste 3 maanden dan in plaats van 58 euro 25 zijn. En ik zag bij Fiber bijvoorbeeld, als ik daar dan overstap, dan krijg ik een jaar lang gratis voetbal nu. Wat ik sowieso zou kunnen doen is dat ik u ook nog een extra korting geef. Dan is het 1 maand voor het 46 euro. En daarna zou het totaalbedrag niet 58 euro zijn, maar 59 euro. Maar dan komen, dan komen die vaste lasten weer hoger uit. Zeker omdat u al zo lang bij ons bent, moeten we toch iets met die prijs kunnen doen. Ja, het zou geweldig zijn. Dan is het dus inderdaad internet plus bellen en tc plus Fox Sport compleet. Wordt dan totaalbedrag 59 euro. Maar daar wil ik wel 55 van maken. Dat is een goeie. Hey, geniet ervan en een hele fijne dag. Ja, van hetzelfde mevrouw. Dag. Nou, zo makkelijk gaat het dus. Even kijken hoeveel korting we nu hebben. De eerste 3 maanden zei ze dat we 25 euro per maand moesten betalen. 4e maand is 46 euro. En dan de overige 8 maanden 55 euro. Dan kom je uit op een bedrag van 561 euro. En het oude bedrag, wat we aanvankelijk zouden moeten betalen, is 708 euro. Dus dat betekent dat je 147 euro per jaar bespaart. Nou, dat is gewoon even gefixt binnen 3 minuten. Dus, voor de kijkers thuis. Als jouw jaarabonnement voor wat dan ook is afgelopen, bel je gelijk het desbetreffende bedrijf op en dreig je weg te gaan. En dan als het goed is komen ze met allerlei nieuwe speciale aanbiedingen, waarvan je dan vervolgens lekker gebruik kunt gaan maken. Dit was de aflevering voor deze week. Vond je de tip nou handig? Doe dan een duimpje omhoog en plaats een reactie. En als het goed is volgende week Martijn er gewoon weer bij. Dus zijn we samen in beeld. En voor nu een hele fijne week. Mocht jij nou een wens hebben en heb je er geen geld voor, #gierige gasten. Wellicht zit jij volgende week bij ons in de uitzending. Later!